Hallo en welkom bij Pulse Model 2 Stuff. Dit is het begin van mijn Sprinter project. Ik heb inmiddels de Sprinter die ik had, waarbij een flinke streep naar hier, een flinke streep over de Sprinter heen liep, heb ik de motoren, of één motor uitgehaald. Ik heb een nieuwe Sprinter, dat is deze. En dit is het andere set ervan. Hier zit de motor in. Ik heb de bovenplaat vervangen, want in de andere Sprinter die ik had zat dus een plaat met verlichting. Dus hier, deze heeft nu binnenverlichting en een motor. Inmiddels heb ik de binnenverlichting van mijn andere oude Sprinter ook los weten te halen. En die gaat in mijn nieuwe Sprinter. En dit is dus de motor die ik erin heb overgezet. Want oorspronkelijk zit daar zo'n dummy motor in. Deze dummy motor moet nog weer opnieuw daarin. In de beschadigde Sprinter. Zodat dat een volwaardige dummy wordt. Met beschadiging. Nou. Zo. Om dit dus om te bouwen. Het is redelijk eenvoudig. Je haalt gewoon deze strips los. En je zet ze weer opnieuw goed vast. Even kijken. Dan krijg je hier het soldeervlak. Er zit redelijk wat soldeertin op, dus dat krijg ik niet helemaal goed schoon. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is wat lastig om hier. Nou, deze is sowieso niet goed schoon. Om dus die kleine korte kabels in erin te zetten, maar tot op heden de vorige lukte redelijk. Kom op, ik maak er even een klein puntje van. Hij is helemaal getint, ik kan er een klein stukje van afknippen. Zo. Zodat er een beetje een puntje op komt te staan. Dit gaat een opname worden verspreid over meerdere delen. Want ik verwacht nog onderdelen. Als die binnen zijn, dan ga ik weer verder. Ik denk dat ik hem pas op YouTube zet als het allemaal klaar is. Zodat het een lange aflevering wordt in één geheel. Dat werkte niet. Nou, dat werkte een beetje. Ja, volgens mij was hem dat. Nou, nog niet helemaal. Ik weet dus dat er middelen zijn om deze overbodige tin eraf te halen. Ik heb ze alleen helaas niet. Dus ik moet het een beetje doen met aanklooien. Ik zie ook dat mijn water hierop is en ik ben een waterfles kwijt. Oh, hier staat er eentje. Dat zal wel werken. Dit water op die spons zorgt ervoor dat. Dit zal net buiten beeld zijn, maar heb hier een sponsje liggen, daar moet water op zitten. Dan kan ik overbodige soldeertin en andere troep van mijn bout afkrijgen. Kijken. Maar ik heb dadelijk dus twee gemotoriseerde wagens. Ik denk dat ik ook de stekker eraf ga halen. Zodat ze ook volledig los van elkaar rijden. Dan
heb ik al gezien welke banen je ongeveer door moet knippen. Zodat je geen rare connecties meer krijgt, zodat je er een decoder op kunt zetten. De decoders zijn onderweg, want ik ga dit niet zoals ik meestal doe met een 8-plane pin plug doen. Ik ga dit rechtstreeks opsolderen, zodat ik de decoder hier bovenop kan houden. De draadjes goed kort kan hebben. En dat dit mooi weggewerkt is. En dan kan ik ook mijn alle functies van de decoder gebruiken. Zodat ik dus afzonderlijk mijn front- en sluitzijnen kan aansturen van beide. Zodat als ze rijden met een ander treinstel erachter, dat ik dan ook de tussenliggende sluitzijnen uit kan zetten. Zo. Wat dan weer tot doel heeft, tot doel dient, dat het een goede oefening is voor als ik dadelijk dit toe wil gaan passen op mijn TGV. Daar heb ik al twee motoren in zitten. Maar dat is nog niet buiten het experimenteerstadium gekomen, zullen we zeggen. Die moet dus ook, die krijgt ook in elk eind een eigen decoder. En ik ben nog steeds aan het experimenteren met de verlichting daar. Er zijn wat lampjes onderweg. En ik hoop. Deze moeten hieronder volgens mij. Ik hoop dat die lampjes strakjes. Dat zijn ledlampen, die hoop ik er direct in te kunnen zetten. Rechtstreeks in te kunnen schuiven, zodat ik twee afzonderlijke lampjes, ledlampjes heb en niet met glasvezelkabeltjes bezig hoef. Of dat gaat werken, dat weet ik niet, want het komt natuurlijk uit China, want ik ben weer lekker goedkoop bezig. En dat betekent dat ik lang moet wachten. Diezelfde constructie probeer ik hierop toe te gaan passen. Individuele lampjes ter vervanging van deze rode, dus gewoon een ledlamp die ik hier rechtstreeks in kan schuiven. Dan haal ik deze eraf voor de stroomvoorziening en gooi ik de kabels hier gewoon overheen. Dat doe ik dan met de lampen, met de motoren, met de motor, dat doe ik met deze hier. En dan hoef ik vrij weinig te veranderen aan de banen op dit. Zo, vrij weinig te veranderen aan de banen op deze printplaat. De meeste ga ik dan niet gebruiken. Dus dan moet ik, denk ik, deze doorsnijden hier en hier. En dan zijn we alweer een heel eind. Dus dit is nu in principe eentje met motor en verlichting. Dit is de Sprinter 211. En dat zijn ze allemaal. Dat is mooi. Even kijken. Dit moet er eentje zijn zonder pantograven. Hop. Er zit weinig verschil in het dak. Dat is allebei goed. Nou, die dummies hier, dat is. Dit kun je er gewoon zo in laten vallen, haast. Ja. Zo. Want we hebben voor de motoren in deze sprinters eigenlijk een leeg motorblok meegeleverd voor de dummy. Dus die is goed zwaar, maar heeft geen. Geen elektronica erin zitten. Wat het vervangen of het ontdummien wel heel erg makkelijk maakt. Zo. Ten feite als deze schroef erin zou gaan, ja, daar gaat hij al. Als deze weer in elkaar zit, dan heb ik hier in feite niets meer van nodig aan onderdelen, denk ik. Zo. En even kijken wat ik ermee ga doen.
Het is wel met een mooie doos. Even kijken welke doos het mooiste is natuurlijk. Want wat ik ga doen is dus één hele mooie maken. Voor mezelf waar ik mee ga rijden. En de andere. Eens kijken waar we daarmee gaan, mee gaan doen. Zo, deze erin. Die moet nog. Ja, ze zijn allebei dummies, dus het maakt even niet uit hoe ik ze aansluit. Hier was de soldeer goed, goed weg rondom de waar ik de pin uit trok. Dat maakt het vastzetten een stuk makkelijker. Gewoon wat flux. Pin er doorheen. Zo. Waar is mijn... Een beetje meer tin erbij. Zo. Qua verlichting ga ik nou even kijken of ik die hier... ik weet dat die andere heeft geen verlichting. Nou, ik hoop dus dat het allemaal gaat lukken met die ledlampen. En dan kunnen de overgebleven lampjes hierin. Als het allemaal niet lukt met die ledlampen, dan ga ik ze... Dan gaat deze wat minder verlichting hebben. Of misschien dat ik nog ergens... wat lampjes bij gaan vinden. Ik heb sowieso een tekort, want ik merkte dat deze dus ook goed zijn voor mijn Roco. Daar komt ook dit lampje uit. Zo. Even spieken. Met stekker is zonder pantograven. Zit hier redelijk. Hij zit redelijk. Zo. En de andere dummy wil ik ook aangesloten hebben. Daar zitten de lampjes nog wel allemaal in. Die laat ik ook maar even inzitten, want ik weet wel hoe moeilijk het is om ze er weer uit te krijgen. Soms er weer in te doen, sorry. Dat is een ellende. Het is in feite de trein op zijn kant houden, ze erin laten vallen en hopen dat ze in het goede gat vallen en blijven zitten. Zo. Dat ziet er oké uit. Nou, hiervoor zaten natuurlijk nog de aansluitingen van de motor. Die zat hier, ja, die zit er nu niet meer, die motor dus. Ergens zit hij nog niet lekker. Zo, want kijk, de deze hier zit redelijk op een hoogte met de bovenkant van, het gele deel, van het treindeel. En als ik nou zo'n decoder pak, en ik heb alleen maar de kabels, dat past hier makkelijk bovenop. Er zit hier vrij veel ruimte. Op die manier kan ik hem mooi wegwerken, ga je geen gekke dingen zien in de locomotief, in de treinstel. En heb ik wel zo een... een bel digitaal gemaakt. Nou, wat ik dus ook ga doen is, ik heb goedkope decoders weer uit China die onderweg zijn. En die ga ik allebei, beide ga ik eigenlijk digitaal maken. Beide treinstellen met motor van mijn goede set. Dan is hij goed krachtig en kan ik er redelijk makkelijk een dummy achteraan gaan trekken na verloop van tijd. Dus dat zou willen. Nou, dus deze dummy kan terug de doos in. Ik ga dan... dadelijk weer verder met het aansluiten van alles in deze. Ik
Ik heb mijn sprinter inmiddels de motoren dus verwisseld. Ik heb de koppeling tussen de twee treinstellen uit moeten halen omdat een van de draadjes brak. En ik heb besloten om ze dus gewoon los te houden. En ik was nu aan het kijken naar om de lampen te besturen. Er zitten hier dus die metalen pinnen. En daaronder zit een klein rond plaatje. Dit is, als het goed is, een diode. Een ronde diode. Ik heb ze nog niet eerder op die manier gezien. Maar ik vermoed dat ik, als ik hem dus pak. Ik leg hem even hierop. Zo, heb ik contact. Zo heb ik geen contact. En als ik hem nu om zou draaien, zou ik denken dat ik wel contact heb. 500. Oké. Dus op deze manier. Even kijken of ik de meter hier neer kan leggen. Op deze manier heb ik 0 aan stroomdoorvoer. Draai ik hem om. Dan zie ik dat er een weerstand op zit van, ik denk 500 ohm. Even kijken. Nee, veel. Veel zwaarder nog. 20k, 13 ohm. Werkelijk. Ik krijg hier geen goed antwoord uit waar ik iets mee kan. Bij de 2000 zegt hij in ieder geval geen weerstand. En als ik hem op een op hogere waarde test, dan verandert de weerstand mee. Maar dit is dus een diode. Die heb ik hier dus onderuit gehaald, zodat ik, als ik dit er terug op zet, er geen contact meer is tussen dit stuk en het plaatje wat eronder ligt. En dus ook deze hele rail hier. En dat heeft dan weer tot doel dat deze rail hier wordt dadelijk mijn common plus pol voor aan mijn decoder. Dat geldt dus ook voor deze hier. En deze rail in zijn geheel kan ik aansluiten voor de binnenverlichting. En hierop kan ik solderen de front- en sluitverlichting. En op die manier kan ik hem zo, als ik deze zo op zijn plek zet, kan ik individueel de lampen aansturen. Dan hoef ik niet al te veel te veranderen aan de printplaat. Ik heb wel aan de printplaat zitten knutselen. Ik heb wat van de verbindingen verplaatst. Zo, eerst even deze op zijn plek zetten. Kijk, het is gewoon een kwestie van de achterkant die pinnetjes terugbuigen. En we zijn weer goed. De pick-up van de track kwam eigenlijk uit op deze rail. Die dus via hier ook naar de lampen ging. Die heb ik verplaatst naar deze kant. Waar die geen verdere aansluiting heeft. Net als de binnenrail. En hier zat een brug op. Zodat de andere kant van de rail, deze hier dus, ging naar de andere spoor. Ja, die brug heb ik eruit gehaald. Waardoor dat ik nu voor beide een gesloten circuit heb. Door deze diodes eruit te halen. Is er geen contact meer tussen de leds. Ik gebruik hier trouwens gewoon gloeilampen voor. Omdat de leds krijgen het effect niet goed. Dus voor de gloeilampen krijg ik hier dus niet het goede contact. Of kan ik niet. Anders zitten ze gedeeld met de lamp. Nou, op deze manier kan ik rustig één common rail hebben. De motoren heb ik sowieso helemaal losgekoppeld. Zodat ik die individueel eraan kan solderen. En in de meeste handleidingen zie je ja, dat je het een en ander aan draadbruggen hierop moet doorsolderen of doorsnijden. En dan weer de decoder erop. Ik heb er eigenlijk meer voor gekozen om de individuele onderdelen waar mogelijk, en dat is dus bijna overal, los te koppelen. Daar moet ik dadelijk alleen nog voor zorgen dat. Hier aan de onderkant zitten dus de twee heel dicht bij elkaar, de twee aansluitingen. En
Dat wil ik ook liever niet. Ik denk niet dat er veel is wat ik aan kan doen. Goed opletten met het in elkaar zetten dadelijk, dat er genoeg ruimte is. Zo, kom hier. Zo, hij is eruit en meteen is ook mijn diode weggesprongen. Dus hou ik hier een leeg vlak over. En moet ik dadelijk dat rondje gaan zoeken. Wel interessant, ik heb nog niet eerder ronde diodes gezien. Ik vind het leuk. Weer wat nieuws. Die dicht, en die ook dicht. Misschien dat ik hier dadelijk een druppeltje lijm tussen laat vallen, zodat ze zeker te weten buiten van elkaar af blijven staan. Nou, voltmeter er nogmaals bij. Continuity. Piep. Vanaf hier naar hier zou niks moeten. En hier ook niet. Ook als ik het omdraaide, zat er tussen de diodes in. Niets, niets. Naar elkaar toe. Ook niet. Prima. Nu hoop ik alleen dat mijn lampjes in de voorkant er nog in zitten. Want ik heb al een paar keer het plezier mogen ervaren van het terug moeten zetten van de lampjes. En het makkelijkste is om dan de hele motorunit en de onderkant. Zo, kijk of dit een beetje past. Dus en de motorunit en de onderkant, het onderstel eruit te halen, zodat je er zo een beetje met een pincet in kunt proberen te gooien. Nee, oh shit. Oh, daar ging er zo weer bijna heen. Ik bleef hangen achter een van de pinnen van de, die ik hier net los heb gemaakt. Ja. Dit wordt dus alweer een R-rated video. Met mijn gevloek. We hebben een monetization die ik toch al niet had. Hier zit ook iets scheef. Ik weet niet helemaal wat. En ik ben vergeten een draad vast te zetten. Het volgende wat ik dus ga doen hiermee is even de decoders even kijken welke de goede is. Erop gaan solderen. Het resultaat hoop ik hier achteraan te kunnen monteren. Sinds de laatste keer dat ik aan deze trein gewerkt heb en opgenomen heb. Heb ik er de decoder in gezet. Er zijn inmiddels wel een paar dingetjes waar ik tegenaan liep. Een van de dingen was eventjes deze goed. Zo. Kom. Oh, het is een lekkere warme decoder. Een van de dingen was dat de plug aan de achterkant was kapot. Die zit er nu in. Omdat ik hem niet op rails heb staan, gebruik ik die om een decoder aan te sturen via wat draden hier. Die heb ik weten te repareren. Het schijnt heel makkelijk de pin eruit kunt trekken, het draadje er terug in kunt stoppen en de pin weer op kunt zetten. Verder zaten hier, was ik wel bang voor dat ze misschien soms contact zouden maken. Dat bleek ook zo te zijn. Dus ik heb daar kleine tandenstoker tussen gezet aan beide kanten. Goed erin geduwd en nu is dat opgelost. Verder, omdat ik de twee treinen aan elkaar wil koppelen met die plug die er al op zat, heb ik hier op, even opschuiven, op deze plek hier de draad, of de brug door moeten knippen, snijden. Dat is de enige plek eigenlijk waar het nodig was. De rest heb ik op kunnen lossen door dingen los te halen, los te solderen. En dit is zodat die waar die binnenkomt op de goede manier naar de decoder gaat, maar niet doorlekt naar
mijn verlichting rail die eigenlijk hier helemaal doorheen loopt. Alleen maar gebruikt wordt voor dit lampje hier. De rest is weer los. Ik heb hem nu lekker even rustig laten lopen. De verlichting, de voorkant doet het. Hij rijdt ook die kant op. Dat is al mooi. Binnenverlichting doet het. Ik kan hem nog de andere kant op laten rijden. En er lekt wat veel licht van de rode lamp. Dat is in het origineel ook zo. Dat is niet iets waar ik iets aan kan doen op dit moment. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat ik er wel redelijk tevreden over ben, het resultaat. En eens kijken. Ja. Nu staat me nog te doen de kapper weer terug opzetten. De overgebleven bekabeling even wegwerken. En motorwagen nummer 2 moet dezelfde behandeling krijgen. Hier even alles goed zetten. Deze draadbrug doorsnijden. En de decoder erop monteren. En dan ook op de motor. En dan heb ik een mooie rijdende set. Met twee motoren van de Sprinter. En hier kan ik dus redelijk makkelijk een dummy achter hangen. Dat trekt die met gemak. En ik moet nog even kijken hoe deze er terug op moet. Die is er afgevallen ergens. Dus dit is wat mij betreft het einde van deze hele serie rondom de Sprinter. Misschien dat er nog een klein vervolg komt in de toekomst. Op het moment dat ik hem heb rijden. Deze had opgelijmd. En als ik hem helemaal heb rijden, dat ik er dan nog een keer een kort filmpje van maak. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.